Dag dames en heren, hartelijk welkom bij Valeidoscoop, het programma van Ede TV. In deze uitzending de volgende onderwerpen. Woonstede bestaat 60 jaar. Dit werd op een bijzondere manier gevierd. De tentoonstelling van iconen in Museum Oud-Lunteren. De Matthäuspassie door de Koorschool Midden-Nederland. De tentoonstelling van handwerken door leden van de Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu, afdeling Bennekom. Maar we beginnen met fietsende vrouwen. Op het zomerterrein aan de Verlengde Manenweg is woensdag 5 maart een fietscursus voor vrouwen gestart. De wethouder van onder andere integratie, Simon van der Pol, gaf het goede voorbeeld door fietsend de cursus te openen. Ik ben Aysin Kabbalay, ik ben een medewerker van Welstede. Ik werk als coördinator van het project ProMapa. We hebben een fietscursus georganiseerd samen met Sportservice. De uitvoering doet de Sportservice en de organisatorische, organisatorisch doe ik het. Ja. Wat is ProMapa? ProMapa is maatschappelijke participatie. Dat is ProMapa, dat zegt het al. ProMapa voor vrouwen, ProPa voor mannen. Want ProMapa, project voor maatschappelijke participatie. Ja. En dan ProMa voor vrouwen, ProPa voor mannen. En wat doet ProMapa? Wat houdt het in? ProMapa heeft 3 onderdelen. Dat zijn taallessen aan huis. Dat wordt op 1-op-1 taallessen aan huis gegeven aan de vrouwen die niet buiten huis kunnen. Wordt Nederlands aangeboden. Dat is op 1-op-1 krijgen ze een Nederlandse les. Daarna hebben we als onderdeel bezoekvrouw. Een bezoekvrouw, contactmedewerker, die gaat huisbezoeken doen bij mensen die de sociale kaart van Ede niet weten. En ook met vragen zitten, met problemen zitten. Dat brengt de bezoekvrouw of de contactmedewerker in kaart, zodat ze dat wegwijs maakt in maatschappij. Ja, dat ze de wegwijs met de sociale instanties krijgen. Ja. En daarnaast hebben we ook de vadergroep. En vadergroep wordt ook themabijeenkomsten georganiseerd voor de vaders en ook voor de moeders. Zodat ze thuis daarover kunnen praten, over het thema. We hebben laatst over gezondheidsvoorlichting gehad en over opvoeding, ondersteuning bij de kinderen. Dus dat wordt dus thuis samen over gepraat. Want ik begreep eerder uit jouw verhaal dat van de huisbezoeken van de wens van de vrouwen kwam om te leren fietsen. Hoe zijn jullie aan de vrijwilligers gekomen? Ja, we zijn via collega. Die heeft stagiairs van de HBO stagiairs. En vandaar hebben we ook heel veel gekregen. En ook van MBO, van ROC 12 hebben we ook stagiairs gekregen. En ook in de advertentie, via de advertentie in de krant, hebben we ook heel veel vrijwilligers gekregen. Dus de netwerk gaat goed, via het netwerk. Oké, het is een fietscursus voor vrouwen. Dus de vrijwilligers zijn ook allemaal vrouwen? Ja, het zijn allemaal vrouwen. Nou, Aysinor, ik wens je heel veel succes met de cursus. Ja, dankjewel. Angeline van der Kraats, jij bent medewerkster van Sportservice. Jij verzorgt de praktijk van de fietslessen. Wil je mij vertellen hoe dat gaat? Oké, zoals gebruikelijk, we hebben een fietscursus. En die fietscursus bestaat uit 12 lessen. Waarvan 2 keer in de week een uurtje. Dus dat is 6 weken lang, fietsen we met de vrouwen. Daarnaast krijgen ze een half uurtje theorie. En een half uur de praktijk. En die half uur theorie bestaat uit het leren van hoe ziet de fiets eruit, hoe werkt die, hoe zien onze verkeersborden eruit, wat zijn de regels. Dat doen we aan de hand van ons boekje Stap op de fiets. En daarnaast hebben we natuurlijk onze borden waar ze gewoon met poppetjes kunnen zien wat we doen, hoe de wegen in elkaar zitten, wat de borden dan betekenen, wat de stoplichten betekenen. De meeste mensen weten of zien die borden in de praktijk al wel natuurlijk heel vaak, maar weten niet wat ze betekenen. Dat doen we dus in het theoriegedeelte. Nou, als dat dus is gebeurd en wij weten de theorie en de praktijk, want de praktijk is natuurlijk het belangrijkste gedeelte. We hebben nu binnen, doen we de eerste 2 lessen. Degenen die kunnen, die gaan al naar de tweede, derde les al naar buiten.
En dan fietsen we hier buiten op het grote terrein. En dat is makkelijker fietsen als binnen. Maar de vrouwen gaan, het is altijd de stagiaire of een vrijwilligste bij, zeg maar, die ze helpt. En op een gegeven moment, als we ook naar buiten gaan en we gaan echt de weg op, dan fietst er ook altijd iemand naast ze. Dus ze gaan in eerste instantie met ons niet alleen op de fiets. Dat doen ze zelf als ze het kunnen. En dan gaan ze met familie of zelf een keer een rondje maken. Ja. Angelina, achter jou staat het bord met verkeersbordjes. Wil je daar iets over vertellen? Nou, wat ik al eerder heb gezegd, dit is ons praktijkgedeelte, zeg maar. Of praktijkgedeelte hebben we gehad, dit is het theoriestukje, zeg maar. Waar we het over hebben is ons bord. En ons bord is natuurlijk van, als je het op de weg ziet, is het ook makkelijker. Maar dat hebben we niet, dus je leert het eerst uit zo'n boekje. Maar dan heb je een plaatje. En vaak is een plaatje is vrij, dat zien ze wel, maar toch nog kan het onduidelijk zijn. Daar gebruiken we ons bord bij. En dat is het mooie ervan. Dan heb je gewoon een bus, een auto, een lopertje en je bordjes. En dan kun je aan die vrouwen precies laten zien van hoe het zit. Bijvoorbeeld als ik hier met mijn auto rijd en daar staat de bus, maar er staat een stopbord. Haaientanden, dat betekent bij ons is dat gewoon stoppen. De voorrangsweg betekent dat jij voor mag. Dus dat betekent dus dat de auto eerst gaat en dan als de auto weg is, tot de bus gaat. En zo leren we stukje bij stukje, ook met het bord, hoe het in elkaar zit op de weg. Okay, en heb je dan ook nog specifiek over de fietser? Ja, de fietsers staan natuurlijk heel veel centraal. Maar ze zijn niet de enige die op de weg zitten. Hè? Want er zijn zoveel situaties die zich voordoen, ook voor jou als fietser, wat je ziet gebeuren. Waar je als fietser moet op reageren, moet remmen of doorrijden en dat soort dingen. Dat leren we wel. We hebben natuurlijk onze fietsertjes erbij. En ja, die zetten we gewoon continu erbij van stel nou dat jij aan de beurt bent. Wat gaat er nu gebeuren? Want of jij staat daar, wat ga je nou doen? Ja. Dus dat doen we, zeg maar. Ja. Duidelijk. Nou, succes met de cursus, Angeline. Oké, dankjewel. Dit jaar bestaat Woonsteden 60 jaar. Dat mag niet ongemerkt voorbij gaan. Hoe wordt het gevierd? Wij gaan met ons 60-jarig bestaan, dat is 29 april dit jaar. We gaan een aantal activiteiten organiseren. We hebben daarvoor gekozen voor de formule van mensen voor mensen. Dus dat we vragen aan onze bewoners, zijn er ideeën waarvan jullie zeggen dat vinden we een leuk cadeau aan de bewoner. Wij hebben zelf daar een aantal ideeën over, dus het motto is eigenlijk 60 jaar Woonsteden, feest voor iedereen. Hoe wordt dat vormgegeven? Wij hebben dat vormgegeven op een nogal bijzondere manier. We hebben gezegd van 60, dat is een veelvoud van 6. Dus wij hebben gekeken naar mogelijkheden dit jaar om samenhangend met 6 een aantal activiteiten te organiseren op 6 verschillende momenten dit jaar. De eerste keer dat we dat willen gaan doen is op 6 maart aanstaande. Dat we de eerste activiteiten op grond van de ideeën die door bewoners, maar ook door medewerkers van Woonsteden zijn ingediend, om die te gaan effectueren. Nu ben ik nieuwsgierig geworden naar dat idee. Wat gaat er donderdag gebeuren? Donderdag gaan wij in ieder geval een gemeenschapsruimte aan de Rodenburg opknappen. De Rodenburg is een seniorencomplex van Woonsteden. Waarvan de bewoners die een cheque hebben gekregen van ons, een 60-minuten cheque. Oh, daar wil ik even eerst iets meer van weten. 60-minuten cheque, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat wij gedaan hebben is een aantal weken geleden aan alle bewoners van Woonsteden cheques uitgedeeld. Met het uitdrukkelijke verzoek om niet voor zichzelf, maar voor iemand anders een idee bij ons in te dienen waarvan iemand zegt van dat zou nou een leuke klus zijn die door medewerkers van Woonsteden voor de desbetreffende bewoner of groep bewoners kan worden uitgevoerd. Mevrouw Plaket, Woonsteden bestaat 60 jaar en die hebben een hele leuke actie, hè, met die cheques. Heeft u ook zo'n cheque gehad? Ja, die heb ik ook gehad. Ja. Gaat u er wat mee doen? Nee, ik ga er eigenlijk niks mee doen. Nee. Ik vind het wel heel goed van mensen die er dan wel wat mee doen. Maar zelf heb ik geen idee daarover, dus ik heb het eigenlijk gelijk weggedaan. Mevrouw van Ginkel, heeft u deze cheque gehad?
Ja, die hebben wij ook ontvangen van woonsteden. Wat gaat u ermee doen? Onze bedoeling was om hem te besteden bij de Bergvesten. Dat is een gezinsvervangend huis. En daar hebben wij wel een relatie mee. En dan denk ik, nou, als ik het wat gun, dan is het zo'n instelling wel. Kan nog tot 31 maart, hè? Ja, ik ben op de hoogte. Maar ik ben er geweest, want ik wilde eerst in overleg met de Bergvesten. Als ze eventueel gebruik van willen maken. En of ze ook werk hebben voor woonsteden. Maar dat heb ik tot op heden nog niet gedaan. Dus dat moet ik nog gaan doen. Okay. Meneer Erenst, woonsteden bestaat 60 jaar. En u woont al heel lang in Ede, hè? Ik woon al lang in Ede, ja. Als je hebt gewacht, dan zit ik 60 jaar bij woonsteden. Ja. En nu viert woonsteden een feestje. Die geven deze cheques uit. Heeft u die ook gehad? Ja. Weet u wat dat inhoudt, die cheque? Nou, ik heb hem niet zo goed bekeken, maar mijn dochter heeft dat gedaan. Dus. Die heeft het uitgelegd? Ja. Gaat u wat met die cheque doen? Ja, dat weet ik niet of zij er wat mee gedaan heeft, dus... Dat kunt u nog een keer aan uw dochter vragen, hè? Want dat kan tot eind maart. Oh. Ja. Meneer Erikhuizen, heeft u deze cheque gehad? Ja, we hebben deze cheque gehad. En ik heb ze ook helpen uitdelen hier zo aan de mensen. Maar wat wij gehoord hebben en wat we jammer vinden, dat we dus iedereen dus voor een ander moeten kiezen. En de mensen hadden zelf graag getrakteerd willen worden voor woonsteden. En dat vindt men jammer eigenlijk. Ja, dan zeggen dit is een goedkope manier om in de publiciteit te komen, denk ik. Ja. En wat heeft u er zelf mee gedaan? Wij hebben dus een aantal cheques verzameld. Met de hoop dat ze daar voor ons leden een dagtaak hebben om de garage dus bij ons te komen uitvegen. Dat leek ons ook wel mooi. Of met een veegapparaat en dat is nooit wat van gekomen. En dat is misschien een mooie manier om een energieste om iets terug te doen. Hè? U wilt ze echt aan het werk zetten? Wij willen ze echt aan het werk zetten dan ook, ja. Meneer Van Kruistum, heeft u deze cheque gehad? Ja, die hebben wij gehad, ja. Ja. Die hebben we, huis aan huis hebben we die gekregen. Dus wij hebben er wat mee gedaan, om het zo te noemen. Vertel eens. Mijn vrouw die zit in de bewonerscommissie hier van de Zuiderkroon. Mm. Dit gebouw heet de Zuiderkroon dan. En aan de hand daarvan hebben wij goede relatie met woonsteden. En nou, toen was mijn vrouw op het idee gekomen om met, want er is een delegatie van woonsteden, is hier ook in het gebouw geweest. En toen heeft mijn vrouw de schoenen aangetrokken. En die heeft die mevrouw van woonsteden gezegd van nou, als u, ik heb wel een uurtje voor u in te vullen als vrijwilligster. En dan kunt u daarmee hier een bingo leiden. En die is aanstaande woensdag. En dus woensdagavond. En ze hebben al toegezegd, ze hebben van de week gebeld. En daar hebben ze toegezegd dat ze van de week die bingo komt leiden woensdagavond. 6 maart is het eerste moment waarop wij die actie gaan uitvoeren. En Rodenburg, de bewoners van Rodenburg, die hebben zeg maar de cheques bij elkaar gegooid en gezegd van nou, als jullie nu als woonsteden onze gemeenschapsruimte komen witten, dan ziet dat er weer picobello uit, zijn wij daar erg mee geholpen. En wij hebben gezegd van nou, dat is een leuke activiteit, bundeling van vragen van verschillende bewoners uit dat complex. En een aantal mensen van woonsteden gaan daar dus donderdag aan de slag. Mevrouw Van Michem, wie heeft de cheques ingevuld voor deze actie? Nou, dat hebben we eigenlijk gezamenlijk gedaan. Want ze kwamen hier met die cheques om ze uit te delen. Toen waren we met de hobbyclub bezig hier in het zaaltje. En toen hebben we dus hier met z'n allen eigenlijk geopperd. Van, zullen we de zaal hier, kunnen we de zaal hier niet laten doen? Nou, en dat is dus op zijn pootjes terechtgekomen. Wat ook gebeurt is dat we muziek gaan maken. Een paar medewerkers in de Breukelderhof.
Dat is een instelling van Opella in Bennekom. Er worden voor mensen boodschappen gedaan, er worden zaken opgeknapt. Bijvoorbeeld gaan we voor een bewoonster van 96 jaar gaan we helpen om wat dingen op te ruimen. Waarvan dus buren hebben gezegd dat zou leuk zijn om voor die mevrouw die actie uit te voeren. En dat is ook een van de acties die we donderdag gaan uitvoeren. Jan, wel wat anders als achter het bureau, hè, dit? Ja, zeker, maar net zo leuk, want ik ben nu bezig voor een maatschappelijk doel. Deze mevrouw kan de tuin zelf niet onderhouden, dus dat doen wij vanochtend voor haar. Prachtig. Hartstikke mooi. En een goed weer erbij. Ja. Niet te warm, want het zweet staat al op de rug. Okay. Succes. Dank je. Dat vraagt toch wel wat van de medewerkers hier, want die medewerkers worden dus vrijwilligers, denk ik. Ja, wat wij gezegd hebben in het kader van ons 60-jarig bestaan als directie van Woonsteden. Omdat het een feest is voor iedereen. En met name ook vanuit onze eigen medewerkers is gezegd, hoe kunnen wij dat op een leuke manier handen en voeten geven? Gezegd van nou, elke medewerker van Woonsteden die kan 10 uur besteden in de loop van dit jaar aan door de bewoners aangegeven maatschappelijke activiteiten. Maar we hebben ook gezegd en gevraagd aan onze eigen mensen van kom zelf ook met ideeën. En als daar leuke ideeën bij zitten, dan maken wij op grond van die ideeën een selectie en kunnen we vervolgens aan de slag. Dus dat betekent feitelijk dat wij op een zestal momenten in het jaar met medewerkers van Woonsteden en onze bewoners bezig zijn om die klussen uit te voeren. Bert Hazeleger, bestuurslid van Museum Oud-Lunteren. Wat is dit eigenlijk voor een museum? Een prachtig klein Lunters museum. Een museum wat ontstaan is door een vereniging die zich bezighield met het behoud van het oude stationsgebouw. En is overgegaan in de vereniging Oud-Lunteren. Heeft een oudheidskamer ingericht. En sinds 2 jaar is het een officieel erkend museum. Behalve dus een historische collectie is er ook ruimte voor exposities. En momenteel is er te zien de expositie in het teken van paastijd tot 28 maart. Waar gaat die expositie over? Ja, het omvat eigenlijk drie exposities. Een expositie met paaseieren van Corrie van Veldhuizen. Heel kunstig beschilderde paaseieren. Een collectie oude horloges van Wil Welgraven. En een grote collectie iconen van Henk Roersma, de iconenschilder hier uit Lunteren. Henk Roersma, de maker van al deze prachtige iconen hier in het museum. En al 30 jaar schilder je iconen.
Waar komt die belangstelling voor die iconen vandaan? Want je bent gewoon een Nederlander. Ja, nogmaals jong. Ja. Nou, ik ben 30 jaar geleden voor het eerst op een reis naar Griekenland en Israël geweest. En toen heb ik op zondagmorgen een kerkdienst bijgewoond in een Oosters-Orthodoxe kerk. En ja, dat is heel bijzonder in zo'n kerk, omdat dat toch heel sterk afwijkt van de kerken hier. Ze zijn prachtig beschilderd en er zijn ontzettend veel iconen en eventueel ook nog mozaïeken. En er was op die zondagmorgen ook nog een 7-koppig mannenkoor. En dat heeft me kennelijk toch een beetje geïnspireerd om daar eens wat meer in te gaan studeren. En daar ben ik, toen ben ik ermee begonnen om eerst eens een studie te doen van wat zijn nou iconen, waar komt het vandaan enzovoort enzovoort. En toen kwam ook het maken om de hoek kijken en zo is het eigenlijk begonnen. De makers van de iconen in bijvoorbeeld Rusland en in Griekenland, dat zijn meestal monniken die het leren van hun leermeester, duurt jaren. Hoe is dat bij jou gegaan? Want jij bent niet in een klooster gegaan, je hebt geen leermeesters gehad. Nee, ik heb het mezelf geleerd. Ik ben autodidact en ik heb toevallig wel toentertijd een boek, hebben ze me geadviseerd om dat te lezen, waarin duidelijk beschreven stond hoe in feite de iconen gemaakt werden. En dat heb ik gevolgd en uiteindelijk ziet u het resultaat na zoveel jaren. Het maken van iconen gaat volgens een eeuwenoude traditie, volgens een hele vaste traditie. Er zijn regels voor en dit is hier aanschouwelijk gemaakt. Ja, nou, ik gebruik dit als een demoplankje bij lezingen en dergelijke. En dan kunt u op zien dat veel mensen denken dat de iconen op hout geschilderd worden. Dat is eigenlijk niet helemaal juist, want hout is eigenlijk een drager van het geheel. Daar wordt linnen opgeplakt en dan komen er allemaal laagjes krijt met lijm op. Ik heb dat een beetje trapsgewijs laten zien om te verduidelijken. En uiteindelijk, als er 8 tot 10 laagjes krijt met lijm op zitten, dan moet dat gepolijst worden en dan moeten oppervlakte net zo glad zijn als een ijsschaal. Daarna wordt de tekening aangebracht. En als de tekening erop staat, dat gaat ook op een speciale manier, maar dat wijdt een beetje erg uit, denk ik. Dan wordt eerst het bladgoud aangebracht. En daarna vindt pas het schilderen plaats. In het atelier van Henk Roesma, je hebt dan hier een werk onder handen en we zien ook al het materiaal wat je nodig hebt. Eerst even het werk waar je mee bezig bent. Het is al redelijk gevorderd, maar er moet nog heel veel ingevuld worden. Dit moet de intocht in Jeruzalem gaan voorstellen. Ja, dat klopt. Maar dit is nog lang niet het basisverhaal, want dan moet je je voorstellen, dan moet je op elk vlak straks de juiste kleur. En dan begin je pas met het afwerken, met het fijn schilderen, laat ik het zomaar even noemen. Dat is. En daarvoor staan hier een aantal ingrediënten klaar. Originele kleuren in potjes, een ei en dit is goudassies. Om met het laatste te beginnen, wat is dat precies? Goudassies, dat is stofgoud vermengd met Arabische gom, waar je hele fijne goudlijntjes mee kunt zetten. Dat is eigenlijk een eindversiering op, niet op elke icoon, maar op veel iconen is er een eindversiering met. Want dat licht in feite ook een beetje de icoon op. Hè? Bepaalde delen van de icoon worden daardoor opgelicht. En dan ligt hier een ei. En dat gebruik je dus ook? Ja, nou ja, de verf maak je met eigeel. Hè? Dus dit is een compleet ei nog. Maar het wit wordt van het geel gescheiden. En dat geel, dat wordt dat hoesje of dat velletje waar het in zit, dat moet je doorprikken. Dan laat je het leeglopen in die vijzel. En in die vijzel moet je dat eigeel emulgeren. Dat wil zeggen dat je de vetbolletjes steeds kleiner maakt, want die vetbolletjes die nemen de kleurpartikels op. Dus zeg maar opkloppen. Ja, je moet het helemaal, de vetbolletjes in dat eigeel wordt kleiner, dan wordt het een beetje lobbig en dan moet er net zoveel water bij als het eidooiertje groot was. En dat, die emulsie, die gebruik je om de verfpoeders aan toe te voegen. Ja. Het zijn trouwens heel fel gekleurde poeders die je daarvoor hebt. Ik zie hier bijvoorbeeld kobaltblauw. Heel mooi blauw trouwens. Maar ook enkele stoffen die volgens mij giftig zijn. Cadmium, ja, geel. Ja, er staat ook een giftig ding op. Ja. Is het niet gevaarlijk om ermee te werken? Nee, nou ja, ik doe dat al 30 jaar. Dus ik zal het wel overleven, denk ik. Deze expositie heet In het teken van paastijd. En centraal op deze expositie staat ook de paasicoon. En die zien we hier staan. Kunt u er iets meer over vertellen? Ja, dat wil ik graag doen. In het midden ziet u de Christusfiguur. En die trekt in feite Adam en Eva al uit het onderaardse. Dat wil zeggen dat dit eigenlijk het graf is.
Hier staan de belangrijkste koningen uit die tijd. Koning David, koning Salomo. Daar staat onder andere ook Johannes de Doper op. En hieronder is de duivel in de Hades, eigenlijk het onderaardse. En die wordt eigenlijk door de engel onder handen genomen. Dat is een beetje typisch voor dit soort iconen. En dan wordt er vaak gedacht dat iconen dat die aanbeden worden. Maar dat is niet zo, hè? Nee, dat is juist het belangrijkste in de Oosterse Orthodoxe Kerk. De iconen die worden in feite vereerd. En het is in feite de figuren die achter de icoon eigenlijk aanwezig zijn en die worden vereerd. Sint-Nicolaas, enorm gedetailleerd, heel fijn geschilderd. Dit moet toch een enorm werk geweest zijn om dit te kunnen maken? Ja, nou dit is al een beetje uit mijn beginperiode. Ik denk dat hij ongeveer nu al een goede 20 jaar oud is. Dus het is een beetje in de beginfase. Maar het is wel aardig natuurlijk, Sint-Nicolaas is een van de belangrijkste Russische iconen. En op deze, en die drie luik, daar ziet u linksboven zijn vader en moeder. En dat kleine mannetje ertussenin, dat is dan Sint-Nicolaas. En dan geneest hij al de zieke arm van een vrouw. Daaronder, daar wordt hij gedoopt en dan preekt hij gelijk. Dat is natuurlijk ook heel uitzonderlijk. En rechtsboven, dan krijgt hij onderricht van een oom. Daar staat ook zijn vader en moeder weer bij. En daaronder, dan is hij inmiddels al bisschop. Dan voorkomt hij de terechtstelling van drie inwoners van Myra. En hoeveel tijd heeft u hier nou aan besteed? Nou, ik denk dat ik hier wel een 250 tot 300 uur aan gewerkt heb. Want dan moet u ook rekenen dat dat in de beginfase was. Je krijgt wel een beetje meer routine als je het wat langer doet. De iconententoonstelling van Henk Roesma kunt u tot 29 maart bewonderen in Museum Oud-Lunteren, Klompenweg 5 in Lunteren. Iedere woensdag tot en met zaterdag van 2:30 tot 4:30. Het museum is ook open op tweede paasdag. In de weken voor Pasen zijn er veel mogelijkheden om passiemuziek te beluisteren, ook hier in de omgeving. Wij bezochten twee repetities van koren die passiemuziek zingen in het Nederlands. Aan beide passies werken jongeren mee. Met een aantal van hen hadden we een gesprek. Isabel, de Matthäus Passion, gezongen door jonge mensen. Waarom doen jullie dat? Ik denk dat voor heel veel mensen de Matthäus Passion best wel ver weg staat. En doordat het nu in het Nederlands is en door de jeugd, komt al wat dichterbij te staan. En het Nederlands vergemakkelijkt het ook voor ons om het beter te begrijpen en ook te weten wat we eigenlijk zingen. Want het is natuurlijk, het gaat wel ergens over. Ja. Weet jij wat je zingt, Yannick? Ja, het gaat over Jezus en hoe die doodging. En Albert legt ook alles uit, zeg maar, als we iets niet snappen. Kende jij het verhaal? Ja. Vind je het een moeilijk verhaal, Vera? Ik weet niet echt of je het moeilijk kan noemen. Maar zelf geloof ik niet ergens in, dus ja. Dan is het moeilijke.
Nou, ik weet niet of het moeilijker is, maar het is toch wel dat je niet echt begrijpt dan waarom ze dat ooit maken. Je moet bij het zingen ook wel iets laten merken wat de tekst betekent, hè? Vind je dat lastig? Nee, want dat hebben we al in de eerste klas al geleerd. Deze muziek is nou niet zo eenvoudig, Stefan. Hoe lang zijn jullie al aan het repeteren? Nou, zo'n 3/4 jaar. Maar in het begin zijn we gewoon begonnen met een beetje verkennen en een studiedag om te leren kennen. En de laatste maanden echt stevig oefenen met ook laatst op alle studiedagen om het er echt in te krijgen. Nou werken verschillende koorklassen samen, hè Vera. Hoeveel koorklassen doen er mee? 4. En dan ook nog een extra koor erbij en nog wat volwassenen. Dat is nodig, die volwassenen? Die volwassenen, dat is wel ondersteuning dan. Ja. Want jullie hebben geen bas en tenoren natuurlijk nog, hè? Nee, dat is de vierde zangklas, die heeft de bas en tenoren. Dus de bas en tenoren doen mee uit de vierde zangklas. Hoeveel zijn dat er, weet jij dat? Nou ja, dat zijn de jongens die de baard al in de keel hebben en een aantal volwassen mannen. Dus dat zullen er een stuk of 10 zijn. Een aantal uit onze koorklas zingen wel al bas en tenor, maar dat zijn er in ieder geval minder. Niet genoeg. 1, 11. Jullie net horen zingen, maar wie zijn jullie eigenlijk? Ik ben Deborah ten Holte. Ik ben Machteld. Franske van der Wiel. Jullie zijn als solisten aanwezig bij deze repetitie van de Matthäus Passion. Passie natuurlijk, dus het Nederlands. Ja. Het is het Nederlands. Hey, hoe vinden jullie dat? Ja, het is heel anders, heel nieuw, vernieuwend vind ik wel. Het is
is heel fris en ik, ook voor jong publiek ook wel. Vernieuwen ten opzichte van wat? De normale Matthäus Passion. Wat is de normale Matthäus Passion? Ja, ik denk dat we dat aan Frans kunnen vragen. De normale Matthäus Passion die is door Bach geschreven en die is normaal in Duits dus. En dit is de moderne Matthäus Passie. Dat is hetzelfde verhaal, maar dan in het moderne. Dus het is anders geschreven, terwijl wel dezelfde dingen gebeuren eigenlijk. Hetzelfde verhaal, andere muziek bedoel je? Ja. Dat is even wedden dus. Ja, een beetje. Want jij kent de andere versie ook? Ja. Maakt het je nog uit? Nee, niet veel, denk ik. Dit is wel een stuk makkelijker dan de andere, vind ik persoonlijk. Maar in principe, het is allebei even leuk, dus ja. Vind je het toegankelijker, denk ik. Beter te begrijpen. Het is absoluut niet te vergelijken met echte Matthäus Passion, maar dit is echt veel begrijpbaarder. De mensen die hebben er meer mee van, oh kijk, zo is het dus gebeurd. We kunnen nu verstaan wat ze zingen. Ja. We hebben een veel duidelijker beeld ervan. Doordat het Nederlands is. Onder andere, ja. Maar dat geldt dus ook voor de andere Nederlandse versie. Ja, maar dat is nog anders geschreven. Het is zeg maar, hier is het heel duidelijk wat er wordt gezegd. En bij de Matthäus Passion van Jan Rot is het weer anders. Is het zeg maar verborgen wat er eigenlijk gebeurt. Verborgen in de tekst. En het is niet duidelijk wat er precies wordt gezegd. Maar je moet wel heel goed nadenken voordat je het echt weet. Oké, en dat maakt dat dit toegankelijker is. Dus het zit er bij de tekst, niet in de muziek. De muziek ook. De muziek is vrij nieuwerwet, zeg maar. Het is van deze tijd. En het is geen Bach, absoluut niet. Nee, drumstel, elektrisch gitaar, nee, geen Bach. Nee, inderdaad. Nee, maar het is ook absoluut niet te vergelijken. Het is gewoon een nieuw muziekstuk met hetzelfde verhaal. En gewoon leuk om naar te luisteren, leuk. Het is easy going, weet je wel? Gewoon makkelijk om naar te luisteren. En dat je na een tijdje, na een uur of zo, weer dezelfde laat met een happy feeling. Zo van, hè, dit was leuk. Dit was leuk om naar te luisteren en we hebben er ook over na kunnen denken. Vrijdag 22 februari opende wethouder Frank van Zuylen in het Kijk- en Luistermuseum Bennekom een handwerktentoonstelling georganiseerd door leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu, afdeling Bennekom. Deze afdeling viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. De tentoonstelling geeft een impressie van kunstwerkjes die in de loop der jaren zijn gemaakt. Wij gingen kijken en spraken onder andere met de voorzitter, mevrouw Truus Zevat Slijkhuis. Hoe lang bent u al voorzitter? 5 jaar. En is dat voor uw gevoel een lange tijd of zegt u van nou ik doe er nog minstens 5 jaar bij? Ik heb eerst 6 jaar heb ik van alles gedaan. Toen ben ik een jaar ertussenuit geweest. Toen ben ik weer opnieuw begonnen omdat het krijgen van bestuursleden is bij elke vereniging een probleempje, ook bij ons. En dit is dus de tweede periode die ik volgend jaar 2009 beëindig. En dan wordt het weer tijd voor nieuwe schouders die het gaan dragen. Wat is het belang van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, tegenwoordig een nieuwe naam, Vrouwen van Nu, voor Bennekom en omgeving? Voor Bennekom en de omgeving, we hebben, omdat we een neutrale vereniging zijn, hebben we leden van Wageningen, Ede en Bennekom. De sociale ontmoetingen, de zeer vele vriendschappen, allerlei commissies in divers. Ik wil handwerk is één van, maar het zijn lezen, het is heel divers. De sociale ontmoetingsplek is wel van heel groot belang. Maar ook het samen delen.
met het maatschappelijke probleem, in wat voor zin dan ook. En u doet ook heel goed werk, de Bond doet ook heel goed werk internationaal, heb ik begrepen? Ja, we kijken ook over de grenzen heen dat er twee vrouwen altijd bezig zijn om te werven voor SOS Kinderdorpen. En die gevlucht zijn over de Himalaya en in Zuid-India opgevangen worden. En niet alleen opgevangen, maar ook opgevoed worden. Dat alle wezen daar een goed bestaan hebben. En dat collecteren ze hier constant voor bij elkaar. Mevrouw Waaiboer, u bent lid van de handwerkclub. Wat handwerkt u zoal? Alle technieken die er bestaan. En wat voor technieken zijn dat? Nou, dat begint met breien en haken. En dan ga je verder. Kantklossen is mijn vak geworden. Ik heb 20 jaar lesgegeven in Doetinchem. Dus, is het gezellig om samen te handwerken? Ja, enorm. Je leert handwerken, allerlei technieken, maar ook een stuk gezelligheid. En de vrouwen praten met elkaar en kunnen ook hun moeilijkheden en hun gelukkige dingen met elkaar delen. En dat is heel belangrijk. Hoe lang bent u al lid van de Bond van de Plattelandsvrouwen? Sinds ik getrouwd ben. Dat was in 1953, toen gingen wij naar de Noordoostpolder en daar werd in Nagelen een Bond van Plattelandsvrouwen opgericht. Want er stond nog geen huis en wij woonden op een schip. En daar ben ik met een paar vrouwen begonnen. Maar ik weet eigenlijk niet meer hoe ver, er is wel een club ontstaan, want na 1,5 jaar verhuisden wij naar Marknesse. En dat was in 1954 al, dus sinds 1954. Werd er bij u thuis veel gehandwerkt vroeger? Nee, bij mij thuis niet. Helemaal niet. Maar ik, ja, bij mijn schoonfamilie en ook mijn vrouw, die doen dat heel veel. Dus ik ben er wel in gerold. Mevrouw Ubbels, Brakman, allereerst complimenten over deze prachtige tentoonstelling. Dat is allemaal onder uw leiding gebeurd, heb ik begrepen. Nou, niet helemaal. Het museum heeft aangeboden om hier een tentoonstelling in te richten, omdat ze vermoeden dat wij wel wat handwerken zouden hebben. We handwerken namelijk al heel lang. En daar moest ik eens even over nadenken. Maar op een gegeven moment dacht ik, ach ja, we hebben wel veel. En we bestaan binnenkort ook nog 50 jaar. Dus toen vielen de stukjes in elkaar en zo is het gekomen. Ja, want dan is het nog de kunst om alles bij elkaar te krijgen. Ja, ik heb dus mensen van de handwerkclub die we nog steeds hebben gevraagd. En ook een oproep in de convocatie gedaan van oud-leden. Of als ze misschien mensen kenden die nog ooit gehandwerkt hadden bij ons. Om hun kasten eens na te kijken. En zo is dat gebeurd, ja. Naast u staat uw man, de heer Ubbels. U hebt een vrouw die nogal vaak uithuizig is. En wat vindt u ervan? Ze is natuurlijk heel enthousiast altijd met haar handwerk bezig. Wat vindt u daarvan? Nou, ze is niet altijd met haar handwerk bezig, hoor. Maar wel vaak. En ik vind dat altijd erg leuk. En er zijn enkele ontwerpen die dus tot een stuk moeten leiden. En soms mag ik een beetje meedenken. En als het eenmaal klaar is, dan krijg ik het ook nog wel eens. Of dan zie ik het in ieder geval. En dan geef ik ook commentaar als dat nodig is. Marieke en Hanneke, jullie richten altijd de tentoonstellingen in het Kijk- en Luistermuseum. Hoe was het om deze tentoonstelling in te richten? Nou, moeilijk, want we kregen 243 stuks. En we hebben eigenlijk geen van beiden dus echt verstand van handwerken. Dus we hebben 243 stuks ongeveer 5 keer in onze handen gehad. Maar het is, zegt men, gelukt.
Ik vind het heel erg gelukt. Dat was een heel gepuzzel zeker. Ja, maar we hadden er gelukkig een goede lijst bij. Mevrouw Ubbels had alles genummerd. En achter die nummertjes had ze dus gezegd wat het was. Dus we hebben eerst gedacht, hoe zullen we het doen? En toen hebben we dus gedacht, we doen de technieken bij elkaar. Dus we hebben allemaal stapeltjes gemaakt van technieken. En toen zijn we met die stapeltjes dus aan het werk gegaan. Tot slot vroeg ik mevrouw Savat over het belang van de bond in deze tijd. Nu was het vroeger een andere tijd. De bond is nog natuurlijk ontstaan omdat er voor vrouwen op het platteland, hoofdzakelijk. Dat was een ander soort maatschappij. Hoe is het om in deze maatschappij te functioneren? Ik denk dat het nog lang niet op is. Dat we nog steeds elkaar heel veel te vertellen hebben. Ik kan met heel veel respect kijken naar alle mensen die dat vroeger op touw gezet hebben en er sterk voor geweest zijn. Maar ik denk dat het nu nog steeds van groot belang is. De tentoonstelling van handwerken door de leden van de NBVP, Vrouwen van Nu, in het Kijk- en Luistermuseum Bennekom is te zien tot 1 juni 2008. Dit was het weer wat betreft Valeidoscoop. Reacties kunt u mailen naar valeidoscoop@edetv.nl. Dank voor het kijken en graag tot een volgende keer.